We staan hier bij een maquette van een project in Den Haag, de Nieuwe Haagse Passage. Die zeer binnenkort open gaat, hè, in september. Ja, dat klopt. Dus, onze parel die we nu in aanbouw hebben in Den Haag, inderdaad, gaat in september open. Dus we zijn druk bezig met de afbouw van de eerste winkeliers en de laatste hand te leggen aan de bouw. En dit is zo'n project wat dan ook 100% klaar is? Ja, bij de opening moeten de hele winkelstraat open, alle winkels erin en het hotel gaat tegelijk open. Dus dat zal in één keer in zijn geheel worden opgelegd. Ja. Ja, dit is dan Den Haag, maar jullie zijn in Nederland toch nog wel met flink wat winkelprojecten bezig. Wat kan je daarvan vertellen? Ja, we zijn op dit moment in Almere Buiten met de tweede fase bezig. Daar gaan we in juni open. We hebben onlangs Nieuwegein Stadskwartier de tweede fase opgeleverd. Zijn we nu natuurlijk nog bezig met de laatste afhandeling met alle huurders. Almere, wat ik net al zei, gaat open. We gaan staan op het punt te starten in Kampen. Voor een wijkcentrum en in het najaar proberen we ook Mosveld van de grond te krijgen waar alle signalen ook op groen gaan staan. Dus dat gaat de goede kant op. Oké, dus een aardige pipeline in Nederland. Behalve dat jullie zelfstandige ontwikkelingen doen, werken jullie ook in opdracht als gedelegeerd ontwikkelaar? Ja. Gelderlandplein, Amsterdam. Ja, nee, dat klopt. Dus we zijn sinds enkele jaren met Kronenberg Groep druk bezig met de herontwikkeling en uitbreiding van het Gelderlandplein. Wat we inderdaad gedelegeerd voor hun doen. Dat is iets wat we tegenwoordig ook steeds meer erbij doen. Zijn we ook met meerdere beleggers in het land over in gesprek over andere en nieuwe projecten die we voor die partijen gaan doen. En Gelderlandplein is de eerste fase reeds opgeleverd en geopend. En beginnen we nu met de grote nieuwbouwfase waarbij we... En 7.500 meter toevoegen en het hele huidige centrum herontwikkelen en renoveren. Dus ja. Nu heeft de markt zich denk ik wel afgevraagd welke kant gaat het met Multi op na de overname van een tijdje geleden. Wat is jullie focus voor de nabije toekomst, voor wat Nederland betreft? Ja, in Nederland blijven we eigenlijk doen wat we altijd hebben gedaan. We gaan gewoon door met ontwikkelen. Wat we sinds jaar en dag doen. Dus het zoeken van kansen en plekken die we dan wel gedelegeerd of op risico kunnen ontwikkelen. We sluiten daar met gemeentes of eigenaren contracten voor. En als we alles rond hebben, gaan we de grond afnemen. Wat in de nabije toekomst niet meer de focus is om grondposities te verwerven, om vanuit grondposities projecten te gaan ontwikkelen naar bestemmingswijziging. Ja. Dus vooral de focus op het oude ontwikkelen en daar gaan we ook volle kracht mee door. Ja. En het hele management- en marketingverhaal, waar jullie met name elders in Europa zo sterk mee zijn, dat speelt in Nederland niet? Nou, het management, we hadden voordat we over werden genomen door Blackstone een vijftigtal projecten onder management en daarvan ook weer een deel in eigendom. Blackstone heeft natuurlijk een focus op alle gebieden, op kantoren, bedrijfsruimte en winkels om flink te investeren in Europa. Dat zie je ook op winkelgebied. Ze hebben in Polen, in Italië, in de UK... en in Turkije met de Redefco portefeuille flinke aankopen gedaan. Die worden nu onder de multiparaplu geschoven. Dat betekent dat we al van 50 naar 60 projecten onder management zijn gegaan. En het doel is dat wordt uitgebreid. Er worden elke dag weer nieuwe projecten geanalyseerd voor eventuele verwerving. Dankjewel.